Over boxing influencers. Ja. We zijn net al aan Issa Haddawi. Gaat meedoen. Ja. Dave Roving, Donnie Roving. Ik wou je net vragen, ik kwam net Dave Roving tegen. Ja, voor iedereen is een dingetje, weet je niet. Voor iedereen is een pad. En dit is zijn ding. Ja, hij vindt het, hij werkt veel. Het is hele lange dagen. Je hebt weinig tijd om te trainen. En zo kan hij toch doen tegen andere mensen die ook wat minder tijd hebben. Is die fit? Want een hele andere Dave Roving die wij kennen natuurlijk. Ja, iedereen is jong geweest. Maar hij is echt goed bezig. Hij ja. Is nou, ik train een paar keer per dag. Zo. Zo, dat gaat goed. Wanneer is boxing influencers? 28 maart. 28 maart, boxing influencers. Met Donnie Roving, Dave Roving en Anissa Haddawi. Even kijken, Donnie, deze hebben we net gezien. Ja, Donnie is een jongere broertje. Maar die heeft toch nog niet meegedaan? Nog niet gedaan, dit voor de eerste keer. Is hij al in training? Ja, natuurlijk, domme vraag, maar is hij al in training? Ja, natuurlijk. En hoe doet hij het? Gaat ook hartstikke goed. Ja, broertje doet goed? Ja, ja. Maar zijn broertje is, die is van nature al superfit. Dus. Loopt hij veel achter op zijn broer of juist niet omdat hij fit is? Ja, het zijn twee verschillende mensen. Dan moet je niet met elkaar vergelijken, vind ik. Zo werkt het niet. Nou, dat was het. Heel erg bedankt voor dit interview. Alsjeblieft.